Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben Aron Deels. Delegatie. Ja, voorzitter van de Jonge Socialisten. Dag maar. Vincent. Sven. Kuiter. Die snapt buiten precies. Ja. Wij komen met cadeautjes. Voilà. We komen bij Bearing Gifts. Zeker nadat we de laatste begroting hebben gezien. Okay. Waren we toch zwaar teleurgesteld, om het zo te zeggen. Eigenlijk zat ik boos. Heel veel van wat er in de begroting is gezet, stoot ons tegen de borst. Maar vooral ook wat er weer niet in staat. Multinationals die ontlast worden, banken die nog altijd, ondanks dat ze gered zijn, met belastingsgeld niet extra moeten bijdragen. Maar ook bijvoorbeeld de maatregelen die er wel in staan, de verlaging van de minimumlonen. En dan wordt er bijvoorbeeld gezegd, ja, maar jullie zullen dat niet voelen op jullie netto-loon. Maar er staat wel 20 miljoen opbrengst ingeschreven. En voor heel veel van die gezinnen, als het bijvoorbeeld gaat om een gezinshoofd, dan is de werkbonus, dan betalen die al niet. Dus dat kan ook niet via de werkbonus. Dus vragen we ons, zijn we heel bang, zijn we heel verontrust. En we vinden ook dat we op zijn minst recht hebben op een correcte begroting. We zien nu, we zijn 2 jaar ver, en eigenlijk zien we dat er constant vanuit de regering, vanuit uw kabinet als minister van Financiën, dat er constant verkeerd wordt gerekend. En we voelen dat dat iedere keer terug op onze kap terechtkomt. Het begon al met de index en nu zitten we aan onze minimumlonen. Wij zijn het een beetje beu en daarom willen we u een aantal teltools aanreiken. We willen u helpen. Voilà. Alsjeblieft. Dank u. Met ons laatste spaarcentrum hebben wij dat voor u. We hebben daar een crowdfunding. Jij ook, of? Ja. Alsjeblieft. We hebben daar een crowdfunding actie voor gedaan. Ik ga je daar onmiddellijk aan. En dit is de brief die erbij hoort, is een beetje mat geworden. Alsjeblieft. We hebben nog enkele cadeautjes. Wacht even, maar. Ik heb ook iets voor jullie. Ah. Ik heb ook iets voor jullie. Namelijk een van de dingen die ik hier heb aangekondigd toen ik hier aankwam. En dat was dit. Een doos, ja. Die leeg is, ja. Waarvan althans door jullie ministers of door jullie partij altijd gezien is, iets is leeg. Hier had het pensioen moeten inzitten, dat we voor jullie hadden kunnen voorzien, maar het is leeg. Maar deze regering, deze regering moet nu de maatregelen nemen die, omdat dit leeg is, omdat deze doos leeg is voor uw pensioen. Sorry. Dankjewel. Maar die zou je ze ook kunnen vullen wel, met bijvoorbeeld het geld ophalen waar het zit. We hebben nu elkaar nu gezien. U hebt uw ding kunnen doen. Ik geef u dit, wat nogmaals zo leeg is als leeg maar leeg kan zijn. Maar dat was toch nooit gezegd dat ik ga nu terug naar mijn afspraak. Bedankt voor jullie komst. Bedankt om ons te ontvangen. En we hopen dat jullie ervan gebruik maken. Bedankt. Ziezo. We hopen dat de minister er gebruik van maakt van de teltools. Dat hij de volgende regering wel zal zorgen dat het in orde is. Het is natuurlijk zo dat wij een doos krijgen van mensen die lang voor ons zijn gekomen, waar dat we in de verste verte eigenlijk niets mee te maken hebben. Wij willen dat onze lonen nu in orde zijn, dat de bijdragers die voor onze lonen gaan, dat die correct worden geïnd. Dat is bij de banken, dat is bij de fraudeurs, dat is bij de grote multinationals. Deze afbraakpolitiek moet stoppen en we hopen dat de minister met deze teltools dat wel zal kunnen. Voilà.